Dat werd vandaag gevierd. Genoeg om er een groot feest van te maken en dat begon vanochtend al vroeg. Zoals elk jaar ging koningin Beatrix op bezoek in een plaats in Nederland. En dit keer was dat in Breukelen, in de provincie Utrecht. Bij het gemeentehuis zongen kinderen uit Breukelen een speciaal Koninginnedaglied voor haar. Verder waren er allerlei spelletjes en de koningin maakte een tochtje met een boot over de Vecht, de rivier waar Breukelen aan ligt. Verder keek het hele gezelschap naar het toppendansen. En weet je wat dat zo jammer is? De bootnacht is helemaal nat geworden. Maar daarna ging de koningin alweer vlug naar Paleis Soestdijk om samen met haar ouders de rest van het feest te vieren. En dan vooral het 50-jarig huwelijksfeest. Uit 12 provincies en van de Antillen en Aruba waren mensen gekomen met praalwagens die in een halve cirkel voor het bordes waren opgesteld. Eén voor één mochten de groepen naar voren komen. Daarna werd het nationale geschenk aan het bruidspaar aangeboden, een cadeau in de vorm van geld. Het bedrag is 3.028.209 gulden. Het bruidspaar geeft het geld aan twee goede doelen, aan de gehandicapten en aan het Wereld Natuurfonds. Ze waren erg blij met het hoge bedrag. De mensen die aan het feest in de paleistuin mochten meedoen, waren maar een paar minuten in de belangstelling. Maar alleen vandaag al zijn ze daar uren voor in touw geweest. Dit is de praalwagen uit de provincie Overijssel. Vanmorgen, heel vroeg al, werd hij onder politiebegeleiding naar Soestdijk gebracht. Als alles is gemonteerd, stelt dit een hotel voor. De plaats waar prins Bernhard vroeger nog wel eens logeerde. De bijzondere gasten uit Overijssel waren in deze provincie voornamelijk kinderen. Een groepje van een school uit IJsselmuiden en deze groep uit Diepeveen. Nou, we moeten dus een liedje zingen. Dat was dus het jubellied uit 1936. En dan gaan we met een slinger en gaan we dus voor het bordes staan waar de prins en prinses er staan. En dan moeten we dus zingen en dan als dat af is gelopen, dan moeten we terug naar de wagen. En dan mogen dus die spelletjes van die tijd doen. Als de bus eindelijk bij Soestdijk is aangekomen, wordt er eerst nog voor de laatste keer in de achtertuin van het paleis het zingen en lopen geoefend. Ook de volwassenen uit de andere provincies oefenen nog even. Zij moeten straks met z'n allen letters en cijfers uitbeelden. En dat is precisiewerk. Er is voor iedereen één stip. Dus iedereen gaat even op zijn stip staan. Dit is bijvoorbeeld de letter J. En dan nog even naar de wc voordat de echte oranjeviering begint. De kinderen van Overijssel moeten nu voor het paleis wachten tot ze mogen opkomen. Ben je nou zenuwachtig zo vlak voor? Ja, heel erg. Ja? Ja. Je doet het met z'n tweeën. Waarom? Nou, omdat ik ben bang dat ik iets verkeerd zing of zo. Ja, voor de koningin heb ik nog nooit gezien in het echt. En dat was... Wat spannend, hè? Ja. Heel erg. En dan is het eindelijk zover. De kinderen uit Overijssel mogen zingend opkomen. En natuurlijk gaat er niks mis als ze achter het wapen van hun provincie naar de koningin toe lopen. Ook de praalwagen uit Overijssel ziet er nu fantastisch uit. De koninklijke familie geniet ervan. Trouwens, ook wat de volwassenen uit al die andere provincies hebben geoefend, lukt goed. J50B. Prinses Juliana en prins Bernhard, 50 jaar getrouwd. Als alles voorbij is, is iedereen toch wel opgelucht. Viel het nou mee? Ja, heel erg. Want je was nogal zenuwachtig vooraf, hè? Ja, heel erg. Ik kon niet geen woord meer uitspreken. Dus je hebt niet meegezongen? Jawel. In het begin, toen we daarheen liepen, toen was ik zenuwachtig. Later niet meer. De officiële viering van Koninginnedag op Paleis Soestdijk was om ongeveer 12:30 afgelopen. Maar
overal in het land